Matthijs. Constantopoulos, doortikje Verlinde. En die al. Stevig. De bal en Tapsoba, ja, dacht even die te laten lopen en dan toch nog de versnelling. Dat is goed van Tapsoba. Tapsoba en de goal, nee. Grote, grote kans voor Alice Broe. Nou, nog geen 5 minuten voetballen. Ja, daar toch iets te laks verdedigd achterin bij Beerschot. Hier, ja, maar het is een moeilijke bal om in te schatten. Zat een beetje effect op en Tapsoba, ja. Nee. En ook Beerschot met die pressing. En ook die levert balbezit op Baten. Nou, Torres al goed meegenomen. Moet hem geven aan Verlinde. Dat doet hij ook. Thibaut Verlinde gaat hij uithalen. En dan Mawete. Een goal. Nee. Hij gaat er ongelooflijk maar waar niet in. Even karambollen. Onder de boller. Maar geen doelpunt. Dit is goed van Torisson. Dat mannetje nog uitschakelen en op het juiste moment meegeven met Verlinde die vandaar wil trappen. En dan gaat hij er inderdaad niet in. Via Mawete. Torisson Willem. Wijmans kiest meteen voor Baten en Nubi ernaast en zo Verlinde en de goal. 1-0 Beerschot. Thibaut Verlinde opportunistisch. En een bekroning, een bevestiging van zijn goede vorm de laatste weken. Hij scoort opnieuw, net als vorig weekend tegen Dender. Wat ook een opportunistische goal was, dus dat betekent dat je het aanvoelt, dat je het ruikt. En dat je je goed voelt op het veld. En dat is nu nog maar eens het geval. Doelpunt nummer 4 voor hem in de Challenger Pro League. De bal van Wijmans die doorglijdt. Noebi ernaast en Verlinde. Uitstekend. Onder Poitou. Enkel Broe mee. Tapsoba gaat zelf versnellen. En dan ja, plaatsen. Latouwers. Fameuze inspanning van Tapsoba. Seydou. Ja, dat is prima. Wijmans, die moet knallen. Wijmans, erover. Klaarkijkende Leo Seydou van de ene wingback naar de andere. En Wijmans, ja. Als je zo'n bal krijgt, dan kriebelt het. En dan moet je daar gewoon een lel op geven. En dat deed hij ook. Vreemd genoeg. Een microklimaat zeker. Of misschien heeft het water daar iets mee te maken. Matthijs ondertussen. De redding van Poitou is goed. Moest hem daar uit zijn doel vegen ranselen. Goede traptechniek heeft Hervé Matthijs uiteraard. Het gevoel geplaatst. Dat was ook nog Constantopoulos die die bal dan nog eventueel kon binnenkoppen. Corner met Rico. Eerste zone, Torisson naast. Hij is gevaarlijk. Nukvi Torisson. Nou, goed gekopt hoor. Baten, tot bij Wijmans. Nou, een goede versnelling van Marco Wijmans. De ruimte ligt op rechts bij Seydou, dat heeft hij gezien. En als goed van Verlinde dat hij die bal laat lopen. Seydou gaat hij zelf trappen. En hij komt die al tegen. Sanusi. Verlinde. Telkens die fans. Ja, schitterende dribbel van Thibaut Verlinde. De voorzet en de kopbal van Wijmans. Op het dak van het doel. Nou, overal is hij. Marco Wijmans vandaag. En nu was hij dicht bij een doelpunt. Een hele mooie actie van Thibaut Verlinde. Te makkelijk toch hoe hij die al daar passeert. Maar we kijken naar Verlinde en Thibaut Baten. Appel voor buitenspel, maar geen gehoor aangegeven. Baten en dan Torisson die hem mist. Nou, Poitou even uitleggen aan de scheidsrechter dat het niet kan. Dat hij dat niet gezien heeft. Misschien valt er iets voor te zeggen. Dat gaan we hier te weten komen. Nee, er valt niets voor te zeggen, want Baten onside. Het was Bassé die hem onside hield. Constantopoulos. Verlinde kan hem niet goed devieren. Bal te hard. En dan, ja,
botsing of overtreding. Ik was even naar de bal aan het kijken. En dan zie je twee spelers rollenbollen. Dus ik kan er niet over oordelen. Het is wel vlak. Onder de neus van de thuisaanhang natuurlijk. Er moet even verzorging komen. Hier is het eigenlijk al gebeurd. Tja, eigenlijk is dit gewoon een straf. Verlinde is op komst. Thorisson is vrij op links. Daar gaat het ook naartoe. Thorisson in de 16 moet een beetje uitwijken. Dus gaat hem naar binnen moeten komen. En dan Red Poitou. Dat was voorspelbaar wat hij ging doen. Paas was misschien net iets te hard. Poitou moest wel tussen beiden komen. Hier Baten. Dat was ook niet op volle snelheid. Noubi tot bij Bansé. Die dacht heel even aan trappen. Maar hij is zeer slordig in de voeten van Verlinde. Baten kan aangespeeld worden. Verlinde haalt even in. En nu de ruimte bij Baten heeft hij gezien. Daar is de goede bal van Thibaut Verlinde. Controle is goed van Baten. Baten legt hem naast. Ja, daar was even dat moment voor Beerschot. Scherpe counter. Baten doet weinig verkeerd. Verlinde wacht op het juiste moment om die bal te geven. Baten moet er een beetje op wachten, maar neemt hem heerlijk mee. En dan schuift hij hem naast de goal van Poitou. Een terugkeer van Matisse, dat is knap gedraaid. En Baten van hetzelfde. Het is 2 tegen 3, dus ze zullen iets moeten proberen. Een inlopende van den Berg. Van den Berg, die slaat op erdoor. Van den Berg tegen de paal. Het is hem gewoon niet gegund, Jan van den Berg. Alsjeblieft, fantastisch gedaan. Niet meteen wil trappen, ingehouden, de croquetta en hem dan tegen de paal leggen. Mooie, mooie actie van Jan van den Berg. Hier, hup, en dan nog even horden lopen en dan binnenkant paal. Dat is zonde. Gianni, Guavita, die legt hem achteruit. Daar is Galidi met de kans. Galidi, die schiet hem tegen de paal en dan gaat hij nog niet binnen. Jongen, 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 wat is met dat hier allemaal? Jan van den Berg die het naliet om de 2-0 te maken. Ja, naliet. Deed eigenlijk alles perfect. En Galidi, ja, daar kan ook hetzelfde van gezegd worden. De paas van Guavita, hij plaatst hem en ook binnenkant paal. En dan Diallo die hem niet voorbij Latouwers kan frommelen. Guavita, even handig. Rigo staat Paul. En dan is ook daar weer ruzie om de bal. Van den Berg die dan de bal wil afnemen. En dan Guavita die iets uitdeelt. Van den Berg die dan gaat liggen. Ja, we kunnen één ding zeggen. Bourdoudoui heeft deze wedstrijd niet onder controle. Dit is de derde keer dat dit gebeurt. Guavita krijgt dan rood. Omdat hij inderdaad een beweging doet naar Van den Berg. Naar zijn keel. En dan moet hij gaan douchen. Exit Guavita. En wel hiervoor Van den Berg die de bal wil afnemen. En dan, ja, dit moet je niet doen. Het is gewoon zo dom.